are now about to enter. Nou, ik kom net van de heerlijke massagestoel af. Echt niet normaal. Ik ben helemaal nog helemaal relaxed van. Maar goed, zoals jullie kunnen zien, hebben wij net Sonic All-Star Racing gecheckt. Is het niet waar, mede Sonic broeder van me? Miep, miep. Ja, nee, dat is zeker waar. We zijn hier bij Koch Media en daar valt onder... Onder andere Sega, onder Square Enix. Deep Silver. Deep Silver. Ja. En daardoor konden we even Sonic spelen. Ja, het is gewoon Mario Kart, maar dat wist ik eigenlijk al. Het is gewoon een Mario Kart clone met zijn Sega figuren. Dus ik zeg van, eigenlijk te veel. Ik vind het ook goed met die Sonic. Hup. Hop. En goed, we hebben wel een andere game mogen checken ook. Die is even niet hier te zien, maar is wel natuurlijk volop aanwezig bij Bethesda. Dishonored. Dishonored, ja. Ik verwacht heel veel van die game, eerlijk gezegd. Nou ja, ik verwachtte heel veel van die game, zeg ik heel eerlijk. Wat ik gezien heb, was het gewoon echt heel lastig om echt te bepalen van... Gaat dit een topper worden, gaat het hem niet worden? Ik denk zeker voor de mensen die gek waren, want ik voelde wel echt dat... Bioshock sfeertje. Ja, ook de muziek vond ik ook wel goed. Ja, hè? De muziek en ook de maskers die mensen op hebben en alles. Alles is eigenlijk gefocust op die maskers. Ja, maar ik vond alleen, ik de controls, ik weet het niet man. Ze hebben zo'n, dan druk je dus een knop en dan krijg je zo'n heel groot wiel in het scherm. Ja. En dan kan je allerlei specials doen. Ik begreep geen hout van die specials. Het enige wat ik eigenlijk onder de knie kreeg was possession. Dan neem je dus de kracht over van een vis bijvoorbeeld. En daar kon ik mee een hek doorzwemmen. Ja. Nee, als je op back drukte, dan kreeg je ook een menu. Ja, sorry voor mijn stem, we hadden een feestje gisteren. Maar... Ja, een beetje zwaar feestje gehad. Nee, als je op back drukte, kreeg je het menu. Ja. En daar werd wel een beetje een uitleg gegeven over wat al iedere skill was. En die kon je door dat grote menu, dan kon je ze ook nog in je quick menu zetten. Dat was via je D-pad. Dat heb ik ook nog wel even gedaan. Okay. Maar het was, het is echt heel moeilijk uitleggen, want je kon zoveel verschillende manieren. Ja. Er werd aan onze vraag, ga naar een mansion toe. En jij bent dan in een vis gegaan en zo een gate doorgezongen. Ja, zo kwam ik die Lady Boyle mansion kwam ik binnen, want daar is dan dat gemaskerd bal bezig waar je haar moet afmaken. Ja, klopt. En ik... Ik weet niet wat ik van die game moet denken. Het is alsof ik een RPG speel 20 minuten lang. En ik weet gewoon niet. Het is geen RPG, maar dat gevoel heb ik. Ik krijg geen hoogte van die game. Nou, dat had ik dus ook. Ik zat hem te spelen. En ik heb dan door de straat gelopen. En over het hek gesprongen. Oké, dat heb ik dan niet gedaan. En toen, weet je, dan krijg je wel een heel... En daar kom je ineens in een neutraal gebied. En dan moet je naar een meisje lopen daar. En dan vliegt er in de uitnodiging wijd weg. En dan rent ze erachteraan en roept, hey, nee, laat maar gaan, joh. Nou, en dan ga jij er naartoe, pak jij hem op en dan kan je naar binnen wezen. Ja. Allemaal, dat soort invloeden. Ja. Dus maar was op zich, weet je, we gaan de review exemplaren gaan we checken. Ja, jullie kunnen absoluut een review van de game verwachten. Dan horen jullie er wat meer over. We gaan... Tot nu toe kunnen we er gewoon weinig over zeggen, zo simpel is het. Dat is het gewoon. En de andere games die wij hier natuurlijk gezien hebben, zoals je hierachter kunt zien, Deep Silver. Met Sacred. Je hebt Sacred Citadel. Heel onverwacht. Heel onverwacht. Vet, hè? Ja. Echt vet. Echt super vet. Wij gingen naar binnen en we hadden eigenlijk het idee dat we in Dead Island zouden zitten. Ja. En ineens gaat die tv aan en zeker. Dan gaan we daar zitten en dan gaan we show it us, impress us. En het zag er verschrikkelijk cool uit. Het eerste, de Citadel. Ja. Ja, Sacred Citadel is gewoon een 2,5D, zoals men dat tegenwoordig noemt, sidescroller. Beat'em up. Hack and slash. En het doet mij denken aan Might and Magic van Capcom vroeger. Knights of the Round Table, die ik in de arcade vaak speelde. Double Dragon en Golden Axe. Daar leek er heel veel op. Ja, want je kan ook op dieren rijden en zo. Dat zei die gozer ook. Het is helemaal geïnspireerd door Golden Axe. En het speelde gewoon heel vet. En jij was uniek. Ja, ik was uniek. Dat was echt heel tof. Ik mocht met de Warriors spelen. En eigenlijk alles voelt lekker aan, weet je. Het slaan voelt lekker. Op een gegeven moment had ik de mega combo. Ja, hij zat ook van, wow, who's that? We never seen that. En dat kind of stuff.
En uiteindelijk heb ik de megascore van heel de Gamescom gehaald. Ja, je hebt de highscore gehaald. Ja, ik heb zelfs de ontwikkelaars verslagen. Dus, precies, en daarmee hebben wij een scoop. Dus dankzij hem hebben wij allebei een hele mooie polo cadeau gekregen van Deep Silver. Dat was fucking nice. Ja, dat was super cool. Ja. Ja. Nou, en dan CQ3. CQ2 is natuurlijk, die heb ik ook nog een keer een hands-on van gehad, een paar jaar geleden. En dat was een hele, echt een grote RPG met alles erop en eraan. Super uitgebreid. Ja. En nu zijn ze meer de Diablo kant op gegaan met Sacred, volgens mij. Nou, ze zijn iets anders gaan doen. Het is niet echt de Diablo kant. Ze zijn meer, normaal Sacred, hij zei ook, we hebben echt heel veel onderzoek daarna gedaan. Ja. En 90% van de tijd wat mensen in Sacred deden, was lopen van puntje A naar puntje B. Ja. Nou, en nu is het gewoon, ze gaan zich meer richten op de multiplayer society. Dus je gaat echt gezamenlijk drop-in, drop-out, kan je bij elkaar joinen. Co-op, ja. Co-op, en dan, dan ga je een level doen. En die level kan je dus op zoveel verschillende manieren doen. En de quests, die kun je dan ook gewoon met elkaar afhandelen. Ja. Waardoor je eigenlijk niet meer dat open wereldsysteem hebt. Nee, maar het zag er echt vet uit. Bizar. Coole stijl. Maar we mogen er weinig eigenlijk nog over zeggen. We mogen er heel weinig over zeggen. Ja, inderdaad, we zitten met een embargo, dus op zich kunnen we er heel weinig over zeggen. Maar goed, het is echt een hele toffe game. En ik denk dat RPG en actiefanaten hier echt van gaan genieten. Ja, heerlijk. Ja, zeker. Echt serieus, het speelt gewoon super lekker weg. Ja, dat was echt een verrassingje. Ja, zeker. Ja. Nou goed, dan laten we het hierbij. Ja, dat was hem. Jongens, ja. Later.